torch. En nee, die heb ik niet. Ik heb wel kool en hout bij me. Ik ben redelijk voorbereid. In elk geval, dit gedeelte van de cave is al klaar. We hebben alles onderzocht dat in dit hele gedeelte zat. Ik hoorde wel nog zombies. Het zit hieronder dus. Oh, dat is tin. Proper weg naar beneden maken. Oh. Hier is ook niet. Misschien eentje hier naartoe. Juist. Oh. Ik wil niet direct alles hier laten ontploffen. Man, ik hoor hier echt de hele tijd maar zombies. Oh. Oké, zombies. Ga weg. Oh god. Oh. Holy shit. Nee, die had ik niet moeten plaatsen. Oké. Okay. Als ik deze oort heb, ga ik gewoon weer naar boven. Dan heb ik het er eventjes gehad met mijnen. Dan heb ik al voor mijn eerste mijntripje gehad. Nee, dan ga ik eigenlijk verder met die gewone officiële gang van mij. Lava. Oké. Het is niet echt verstandig om daar naar beneden te gaan. Je kan echt heel simpel daar doodvallen. Heb ik koek het eten bij me? Ik denk het niet. Nee. Ik wil nog een verplaatsbare furnace meenemen. Ik kan feest dat ik één enkele furnace bij me heb. Net zoals ik dat heb met die workbench. Nou, dat kan ik zo meteen eens doen. Gewoon een furnace die ik elke keer meeneem. Op al mijn avonturen. Hier in Minecraft. Of eigenlijk in Tekkit. Ik zeg altijd Minecraft in plaats van Tekkit. Terwijl ik weet dat het Tekkit is. Ja, mooi, dit is allemaal nu geregeld. Ik breek even mijn poten. Fijn, nog iets zodat ik meer eten nodig zal hebben. Koper nog. Ik heb mijn kop erover geslagen. Oh. Niet goed. Niet goed van mij. Ik sla gewoon kop erover. Hier verwacht ik wel dat er een creeper of zo zou zitten, maar... Nee, hier zit het dan weer net niet. Die ook direct neerzetten. Daar. Die daar. Even snel die draagbare furnace mee. Maken bedoel ik. Die daarin. Zo, dan kom vast deze mee. Een klein beetje werk aan die gang is ook niet echt helemaal handig. Ik heb zelfs ijzer overgeslagen. Nou, dan moet ik dat dan ook maar eens meenemen. Dan ga ik dan aan naar die furnace om hem mee te nemen. Shit. Even een cave geluid. Oké, hoe ver is die? Oh, bijna klaar. Bijna klaar. Oké, ik neem hem nu mee. Dank u. Ik ga zelfs helemaal naar boven. Laat dat maar het beste doen. Kool erover geslagen. Kopper. Oh, ik moet wel allemaal meenemen, want... Sowieso, je zit hier echt... Heel snel zit je weer zonder stuff.
En dat ik vooral ik heb dat. Dat ik heel snel zonder stuff zit. Wacht even, hier. Ah, hier. Zwaard vast. Oh ja. Yeah. Ook dit hebben we overleefd. Over 7 minuten stop ik met, opnemen. En hoop ik alvast dat jullie het leuk vonden. Holy shit. Ik heb een hele voorraad aan stuff bij me. Dit is nog niet echt een van de dingen die ik al direct nodig zou hebben. Want daar heb ik wel voor een generator en voor solar panels. Maar goed. Laat ik even wachten. Een nieuwe pickaxe alvast. Kan wat anders zijn. Een groene. Jawel, we maken gewoon een groene pickaxe. Erin gegooid en die moet er maar blijven. Even kijken, best als het die is, even een kook. Oké, nou, ik heb toch al redelijk wat we hebben gedaan. Daar is meer hout nodig. En ze zijn gewoon een partijtje van 20 hout mee als ik ga caven. Als dat gewoon een standaard aantal is, dan ben ik blij. Oké, eerst de volgende missie. Het eerst ervoor zorgen dat de eerste machines ready zijn. Dat kan natuurlijk niet, want heb ik eerst nog andere stuff voor nodig. Ik heb minstens 9 refined iron nodig. Voor alleen al de eerste machine. En 2 redstone. Dus dat gaan we nu al regelen. We gaan eerst... ik heb eigenlijk wel een beetje het idee van hoe ik het ga doen. Ik kan ook wel wat zand halen, dat is eigenlijk wat ik eerder nog ga doen. We hebben namelijk een heleboel glas erin nodig in mijn project. En hoe kom je aan glas? Heel simpel, je kookt zand. Jawel, gewoon zand koken. Klinkt eigenlijk weer vaag. Oké, ik denk wel dat ik zand tegen moet hebben. Maar voor nu, uiteraard. Ik denk dat ik in de eerste instantie een paar stone dingen erop aansluit. Even kijken. Ik heb het niet eventjes in. Daar is wel ergens op de input. Ja, hier. Ik doe alvast laten zien wat ik precies doe. Per input. Met rubber. Als je in deze formatie neerzet. Als het goed is, werkt het ook. Ik weet niet 100% zeker wat dit. Oké, zo werkt het ook. Copper cables. Die hier nou eens zetten. Voordoen dat. Dat is dan die gaat iron. En dit is dan redstone. Dan krijg je hier zo'n electronic circuit. Die gaan we ook echt nodig hebben. Goed, ik denk dat ik nou eigenlijk al ga afsluiten. Dus er staan nog de laatste shit in de outro. Verhaalsite, beschrijving. Eigenlijk wil ik dit nu gaan kopen. Het blijft doorkoken. Misschien is het handig als ik hier nog een paar flessen ga inzetten. Zo. Ja. Oké. Dat ziet echt wel erg mooi uit. Hier gewoon die. 2. 3 denk ik. Ja, 3. Verder 3. Nou, dat ook direct veel sneller. En dan hebben we in de volgende aflevering uiteindelijk alle ores al gekookt en al die shizzle en zo. En dan zeg ik gewoon nu tot de volgende keer.
krijgen, dan gaan we ores naar binnen. Een bars bedoel ik. Nou, die bars heb ik zeker weten nodig. Die ook alvast. Eigenlijk wil ik jullie alvast... ja, ik laat er één klein dingetje zien. En dan sluit het echt af. Dus bedankt echt gewoon voor het kijken. En dan laat ik het zien. De meshing block die we nodig hebben. Dat ziet er zo uit. In de volgende aflevering zal ik de volledige versie van Specs hebben. Dus met alles van de packet erin. Niet zoals dat je nu hebt, dat je gewoon niet helemaal alles hebt. Die koppel bars klopt bijvoorbeeld niet. Cables niet. Als je een blok niet. Daar klopt eigenlijk niks van. Maar goed, als iedereen, tot de volgende keer. En ja. See you next time. Teams.